Frans, wat is dit voor zooi binnen? Wat is dit voor zooi binnen? Een beetje respect, hè? Komt daar één keer in de 20 jaar langs en dan gelijk dit. Maar leg jouw systeem eens uit. Het systeem is vrij simpel eigenlijk. Het wordt gelijk bij binnenkomst doorgeselecteerd op muziekstijl in eerste instantie. Ja. En vervolgens binnen de muziekstijl op artiest. Ja. En dat wordt gewoon bij elkaar gehouden. En omdat ik niet een gespecialiseerde zaak ben, heb ik van alles wel wat. Maar van pop wel vrij veel. Maar buiten pop heb ik over het algemeen wel een bepaalde hoeveelheid platen. Nou ja, dus je hebt hier toch al over nagedacht. Hoe het zeker, ook... zeker. Maar dat slaat er toch ook wel uit. Hoe lang zit je hier nou? Op deze plek 35 jaar. Ja. De winkel als winkel bestaat ongeveer 50 jaar. Ik heb een goede, goede vaste klantkring en dat is al dat is zo fijn, omdat je zeg maar, ook in tijden dat wat moeilijker is, zij altijd de bereidheid hebben getoond om de moeite te doen om zeg maar, bij me te kunnen komen ook. Ja. Want waar onderscheid jij je nou in? Er zitten natuurlijk wel meer goede tweedehands platenzaken in Rotterdam. Ik denk dat ik me zeg maar, met name onderscheid in het feit dat ik een redelijk persoonlijke benadering heb. En dat ik echt, ik ben zelf natuurlijk een enorme liefhebber. Dan ben ik ook niet de enige hoor in Rotterdam die in het platenhandel die liefhebber is. Maar ja, goed, als je daar behoefte aan hebt, dan kan ik je wel zeg maar dingen aanreiken waar je waarschijnlijk niet mee bekend bent. En die wel wat voor je kunnen betekenen. Als je mij nou zo naar binnen, nou ja, naar binnen is een beetje lastig hier, maar een poging zou zien doen om naar binnen te stappen. Heb jij dan gelijk ook een idee van nou, daar past die en die muziek bij? Of? Nee, dat idee dat je kunt echt mensen niet op hun uiterlijk beoordelen ten aanzien van de muzieksmaak die ze hebben. Ik heb ook redelijk veel klanten die heel breed zijn. Ja. Maar binnen het brede segment zit er altijd wel een bepaald accent. Ja. Weet je, en het gaat erom dat je dan erachter komt, wat is het accent? En is er nog een genre waar je hier niet voor moet komen? Stel de klassiek liefhebber of nou, ik jazz verkoop, freaks? Ja, ik verkoop ook jazz en ik verkoop ook klassiek. Ja. Maar ik, voor mij moeilijk in te kopen is bijvoorbeeld elektronische muziek op vinyl. Oké. Okay. Ja. Omdat dat ongelooflijk veel is. En ik heb daar eigenlijk te weinig verstand van om het goed te kunnen selecteren wat wel en wat niet te verkopen valt. Ik vond het jammer dat je hier niks kan beluisteren van vooraf gezien. Nou, ik heb in het verleden wel een, zeg maar twee pick-ups gehad, een long time ago. Ja. Maar dat met het idee van, nou ja goed, dat zal mijn verkoop stimuleren, maar dat deed het bepaald niet. Dus die heb ik heel snel weer weggehaald. Ja. Bovendien is het zo, dat is mijn eigen ervaring ook wel. Als je zeg maar afluistert in de winkel, dan komt het regelmatig voor de impulsaankoop doen, waar je later denkt van, nou ja, god, dat vond ik in die winkel wel aardig, maar uiteindelijk is het toch helemaal niet zo goed. En bij mij is het zo, als je bij mij een plaat koopt die een hoger bedrag is dan 5 euro, ja. Dan mag je hem omruilen of je krijgt je geld terug. Maar het is eerlijk gezegd bij mij zo dat het... eigenlijk is het niet aan te slepen, daar komt het eigenlijk wel op. Ja. Dus, en dat hoor ik van collega's ook, met name dingen die als classic rock worden beschouwd. Ja. De jeugd is natuurlijk zeg maar, nu de grote koper geworden. Ja. En die hebben zich met name in eerste instantie gericht op alles wat als classic rock te boek staat. Ja. En dat is gewoon echt letterlijk niet aan te slepen. Als ik nu Fleetwood Mac Rumours zou inkopen, 10 stuks, dan ben ik ze over een week alle 10 kwijt. Ja. Terwijl als ik nu 10 keer Sonic Youth zou inkopen, dan zou ik daar 2-3 maanden over doen. Ja. Ja. Benieuwd naar Ben ook, hoe vaak zet jij thuis nog een plaatje op? Nou, heb je platen thuis? Nou, ik heb genoeg platen thuis nog, ja.
Ja, ik had er wel veel meer dan ik nu heb, maar ik heb er denk ik nog wel een stuk of 600. Okay. Ja. Je bent natuurlijk ook een concertganger, zeg maar. Ik kan niet zeggen in normale tijden, maar goed. Rotterdam is een hoop veranderd natuurlijk. Vroeger had je de Vlerk, Waterfront en Nighttown, maar er is in principe weinig voor in de plaats gekomen. Het is wel zo dat zeg maar een aantal van dat soort podium verdwenen zijn. Ja. Maar zoals je wel vaker ziet, de behoefte verdwijnt niet. Nee. Dus dan krijg je dat zeg maar vaak door jeugd nieuwe initiatieven worden ontplooid op hele kleine locaties. Ja. Maar als je daar bekend mee raakt, want je moet wel in een bepaald circuit terechtkomen om daar bekend mee te raken. Maar ja. Kom je daarin, dan kun je hele leuke dingen nog steeds zien in Rotterdam. Hoor. Ja. Dus ik heb genoeg aan deze zaak. Ja. En ik verdien zeg maar met deze zaak voldoende om zeg maar in mijn onderhoud te voorzien. En dat, ja. Dan vind ik het wel prima. Een ideale locatie blijven. Ja. Voor mij is het een ideale locatie. Ja. Ik zit gewoon, tussen twee vlakbij station. Noem eens wat memorabele concerten. Als je zou zeggen wat is het meest memorabele concert wat je ooit hebt gezien, dat is nou toevallig wel een concert wat buiten Rotterdam heeft plaatsgevonden. En terwijl ik echt te lui ben over het algemeen om buiten Rotterdam naar een concert te gaan. Maar dat was Sufjan Stevens, het eerste concert wat hij gaf in het bovenzaaltje Paradiso. En dat was echt super bijzonder op een extreem warme zondagmiddag, dat weet je nog wel. En het was voor hem het eerste concert wat hij solo deed. Hij was in Amerika, in Canada was hij gewend om met band te toeren. Ja. Het was het allereerste concert van zijn Europese tournee. En hij had nog nooit solo opgetreden. Ja. Dus hij was ontzettend gespannen. Maar die spanning, die bracht een extra dimensie in zijn stem. En dat was echt enorm ontroerend. Je hebt ook best wel het een en ander op straat staan. Dat moet jij iedere avond... Ik heb ook een sportschool. Dus ik wou zeggen, dat jasje zit nog niet heel eng strak, maar... Nee, dat zal ook niet snel gebeuren. Dan moeten wat spierenbundels onder zitten. Ja, ik heb, zeg maar, ten eerste ben ik wel gewend om te tillen, dat is natuurlijk één ding. Ja. Maar ten tweede zie ik het inderdaad min of meer als een soort sportschool. Ja, ik zie toch ook wat nieuwere LP's liggen, klopt dat? Hoe kan dat nou in een tweedehands zaak? In deze tweedehands zaak is dat best wel uitzonderlijk, dat klopt. Maar ik ben wel iemand die heel graag zeg maar materiaal verkoopt van Rotterdamse artiesten. Ja. En dat kunnen ze bij mij en die kunnen ze mij in conciliatie kunnen ze dat verkopen. En daar hoef ik dan niks aan te verdienen. Ik heb dan ook vaak wel goedkoper dan de band ze zelf aanbiedt. Ja. En hier heb je bijvoorbeeld Loesberg. Is de laatste LP van Loesberg. Ja. Natuurlijk een beetje de band van dit moment, Rotterdam. Een beetje Velvet Underground. Een beetje Velvet Underground-achtig. Nou, deze plaat die kost dan bij mij 15 euro. Ja. Die neem ik mee al. Achter die stapel aan die muur daar zou willen hebben. Ja. Ja, zeg jij maar welke het is. Hoe los jij dat op? Als jij het goed hebt, dan ga ik hem pakken. Over een jaartje of wat. Ja. Auwee. Dat gaat niet worden, denk ik. Auwee.